dan zetten we de recycler wel gewoon even buiten neer, helemaal geen probleem. Recycler even hier. Hallo kerst van de Disturms, ik ben nieuwe TechIt in deze episode. Ga ik denk even wat solar panels maken. Nou, volgens mij waren we hier al bezig geweest met een kerncentrale. Alleen ik heb geen idee waar die onderdelen liggen. Dus wat ik graag van jullie wil horen is wat jullie in de volgende episode graag willen zien. En dan zal ik daar naar gaan kijken en dan ga ik dat misschien doen. Dus een koelmachine, weet ik veel wat, schuifdeur, noem maar op. En dan ga ik dat misschien wel maken. Nou, ja. Ik had van een paar gehoord van waarom dit nou niet werkt. Dat zou kunnen komen doordat dit zeg maar de verkeerde kleur is. Dus nou, ja, het zou misschien ook wel die kunnen zijn dat dit pink is. Want ik heb natuurlijk pink paintbrush gebruikt, maar ik weet niet zeker. Dus dat gaan we nu even testen, denk ik. Dus wat we doen is... nou ja, hier gaat bricks dus in geel. Dus wat we gaan doen is... zorgen ervoor dat de bricks hierin gaan. En dan hoop ik dat ze nu wel doorgaan. Even kijken, de bricks gaan erin. En... nou ja, werkt weer niet. Nee, ik weet nog steeds niet precies wat daarmee aan de hand is. Nou ja, dat is op dit moment even onbelangrijk. Want ik ga even kijken of ik wat solar panels kan maken. Niet gewone solar panels, maar high voltage solar panels. Wat het eigenlijk inhoudt is dat jij zeg maar low voltage solar panels gaat combineren met elkaar. En dan wordt het echt een overpowered ding. En wat ik ook nog wil maken is, even kijken, ten eerste een mesh fabricator. Maar ik wil ook een recycler hebben. Wat een recycler doet is, een recycler die maakt scrap. En scrap dat kun je in een mesh fabricator doen. Om het proces van het maken van UU matter te versnellen. En met UU matter kun je iridium ore maken. En daarmee kun je een quantum suit maken. Dat is overpowered armor. Dus we gaan eerst even een compressor maken. Dus hebben we even wat spul daarvoor nodig. Eens zien, hebben we hier wat... nou, we hebben hier niet super veel refined iron. Dus... oh, we hebben wel fucking veel gewone iron, dus als ik dat nou even ga gebruiken, dan gaan we dat in de condenser stoppen. Oh, ja, die zit helemaal vol. Nou ja, dat stoppen we gewoon even in de condenser. We moeten even wat shit eruit halen. Jemig, dat zit echt vol. Nou ja, even wachten tot die flexen iets weg zijn. Dan leg ik deze daar neer. En deze. Nou ja, ik denk dat we met 64 wel even genoeg hebben. En die zetten we hierin. En... oh, wacht, we hebben hier al fucking veel liggen. Maar ja, het gaat dus nog wel super snel. Dus nou ja, we pakken hier wel gewoon even wat van. En dan maken we gewoon een aantal machine blocks. We hebben niet superveel machine blocks nodig op dit moment. Maar we maken wel gewoon alvast wat, zodat we een voorraad hebben. Dus hier wat refined iron. Oeps. Nou ja, deze halen we even weg. We hebben genoeg philosopher stones. Dus dan hebben we hier 9 machine blocks. Dan gaan we naar de compressor. En die maken we natuurlijk met stone aan de zijkant, machine block in het midden en electronic circuit aan de onderkant. Ik weet niet of we die hebben. Ik neem aan van niet. Dus als ik die niet heb, moet ik eerst even kijken of ik ergens wat koper kan vinden. Want dan hebben we natuurlijk copper cables nodig. Dus als het goed is, had ik hier nog. Ja, hier hadden we nog wat. Dan zetten we die in het midden. Dus dan hebben we de copper cables. Die copper cables zetten we boven en onder. En dan natuurlijk refined iron in het midden. En daarnaast redstone. En dan hebben wij een... electronic circuit. En ik heb zojuist mijn verf verwijderd. Dat is helemaal niet handig. Maar ja, whatever. Even kijken. Machine block. En cobblestone. Het enige ding wat we niet hebben. Nou, wat hebben we hier wel liggen? Was het nou cobblestone of gewoon stone? Controleren. Het was gewoon stone. Ja, oké. Okay, helemaal prima. Dan, dat heb ik hier nog. Mooi. Dan maak ik gewoon even wat meer voor later. Dus stone aan de zijkant. Zo. En we hebben een compressor. Dan moeten we gewoon dirt bij doen en wat refined iron. Dat is alles. Heel simpel. Maar ik heb geen dirt. Dirt, dirt, dirt. Wow. Even wat dingen dumpen. Dirt. Zo. En dan bovenaan hebben we nog één ding nodig. En dat is glowstone. En ik zie hier dat ik dus helemaal geen glowstone meer in mijn inventory heb. Dus ik ga even in mijn alchemie bag kijken. Want anders kan ik natuurlijk ook niet vliegen. En dat is ook niet echt super handig. Dus die doen we wel even... daarin. En dan doen we de kool weg. En dan zitten we hier boven glowstone. En dan hebben wij een recycler gemaakt. Nou ja, een recycler die sluit je natuurlijk aan op stroom. Even kijken waar het stroomnetwerk hier precies zit. Die zit als buiten. Want wat we hier hebben is nog steeds dit dingetje. Er staan nu draken op. Oh, ze hebben de
windding is weggehaald. En ze hebben nu een oneindig energie generator. Met een geothermal generator. Nou ja, dan zetten we de recycler wel gewoon even buiten neer. Helemaal geen probleem. Recycler even. Oh, ja, natuurlijk. What the fuck. Nou ja, de recycler is ontploft. Want die kon deze voltage energie niet aan. Dat kon natuurlijk van een MFI. En blijkbaar hebben ze de... Ik zal even kijken. Blijkbaar hebben ze de voltage... hoe heet dat ding is? Nou, ze hebben in ieder geval... opzoeken. Oh ja, de transformer. Die hebben ze dus blijkbaar hieronder geplaatst. Nou ja, dat wist ik niet. Dus, dan maak ik wel even snel een nieuwe compressor. Etcetera, etcetera. Wat we allemaal nodig hebben. Helemaal geen probleem, want het is echt super cheap om te maken. Dus we hoeven alleen maar weer wat kabels te maken hier. En dan zetten we daar wat koper tussen. Oké, heel simpel. Koper bovenaan en onderaan. Refined iron in het midden. En de redstone natuurlijk aan de zijkanten. En dan hebben wij een electronic circuit. Die combineren wij met een machine block. Dan halen we weer even wat stone uit de red matter furnace. Nou, klein mag wel weg. Dan zetten we de stone aan de zijkant. Oh. En dan hebben wij een compressor gemaakt. Dan moeten we natuurlijk weer dirt neerzetten. Glowstone en refined iron. En we hebben er weer een. Heel erg mooi. Oké, dus die recycler. Die moeten we even ergens anders aansluiten op het stroomnetwerk. En ik neem aan dat dat hier wel ergens kan. Dus dan moeten we eigenlijk even kijken of dat hierachter kan. Dan halen we deze even weg, de alloy furnace. Die mogen we even aan de kant. Jezus, ik moet echt even mijn inventory opruimen. Besteed er nooit superveel aandacht aan. Maar dat is eigenlijk wel nodig. Oké, dus hieronder loopt dit hele gebeuren langs. Alleen, ik vraag me af of ze hier dan wel zo'n ding op hebben aangesloten. En volgens mij niet. Ze gebruiken hier transformer upgrades. Om dat te doen. Maar ik weet niet of ze hier nog ergens die dingen hebben liggen. Dus we gaan wel gewoon even simpel een LV transformer maken. Dus dat doen we met copper cables en hout en copper. Dus de copper cables die zetten we... Nou, die moeten we eerst even maken. En dan zetten we die bovenaan en onderaan. Rubber doen we even weg. Dus hier en hier. Copper in het midden. En hout in de hoekjes. Oké. De LV transformer. Als het goed is, is dat goed. Het kan ook zijn, volgens mij, ja, ik weet niet, had ik een medium nodig of niet? Eigenlijk gebruik ik niet zo vaak transformers, alleen als het echt nodig is. Het kan zijn dat dit ding dus ook gaat ontploffen. Nou ja, dat boeit me eigenlijk vrij weinig. Dus als het goed is, zou dit nu gewoon moeten werken. Maar ik krijg nog geen power. Oh, wat? Oeps, dat is niet de bedoeling. Ik heb geen wrench bij me, dus helaas, deze moet kapot. Oh, nou, ik krijg hem alsnog zo terug. Even kijken. Ik ben bang dat die weer ontploft. Zou een beetje dom zijn. Maar maakt me niks uit. Dan maak ik hem wel even offline. Heb ik hier een wrench? Ik heb geen eens een wrench. Dus die moeten we even gaan fixen. Dus brons in mijn alchemy bag. Even kijken. Zo, als het goed is. Of hoe is dat ook weer? Jemig. Dus... ik ben het helemaal weer vergeten. En de wrench hebben we nodig. Oh ja, zo. Natuurlijk. Dus er nog eentje bij. En we hebben hem af. Oké, dan. Helemaal mooi. Dus, nu gaat het moment van de waarheid gebeuren. Waarschijnlijk ontploft hij. Ik weet het niet zeker. En anders dan hebben we dikke vette pech. En als het goed is, hebben we energie. Nou ja, dat is mooi. Dus, de recycler. Wat je hiermee doet is, je gooit er gewoon even wat items in. En die items die gaat hij recyclen. En heel soms, als je geluk hebt, dan krijg je scrap, zoals je hier ziet. En dat kun je dan later veranderen in UU Matter. Of in ieder geval, het wordt niet echt veranderd in UU Matter. Maar het gaat het proces van UU Matter maken versnellen. Dus eigenlijk kun je er gewoon zoveel mogelijk nutteloze crap in stoppen. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is een dumpkist maken met al je dirt en al je rotzooi. En die kun je met een buis aansluiten op je recycler. En die gaat oneindig scrap maken. Dus dat kan ik eventueel nog een keer doen. Hier zo'n oneindig cobblestone generator maken. Die leiden we dan naar mijn recycler. En dan, dan is het gewoon een groot feest. Dan krijgen we superveel scrap. Dan maken we dus even misschien een kerncentrale. Ik weet nog niet. Of high voltage solar panels. En daar sluiten we dan een mass fabricator op aan.
In ieder geval, ik ga hierbij deze episode afsluiten. Het is een wat kortere episode dan normaal, maar dat ga ik de volgende keer wel goed maken. Vergeet niet te abonneren op Vertihub Games, de Dutch Germs, en een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Yo! Yo!